Het lijkt erop dat diverse bekende vrouwen in de band zijn van de Tim Hof methode, waarbij ze zichzelf blootstellen aan ijskoude omstandigheden. Na Katja Schuurman en Victoria Koblenko is het nu de beurt aan Chantal Jansen. Tijdens haar vakantie in Frankrijk experimenteert ze met koude duiken in een zwembad van ongeveer 14 graden Celsius. Chantal twijfelt echter aan de voordelen van deze methode en vraagt haar volgers op Instagram om hun mening. Ze deelt foto's en vraagt zich af of het echt zo gezond is. De reacties van haar volgers zijn verdeeld, met sommigen die beweren dat koude baden ontstekingsremmend zijn en anderen die het als onzin beschouwen. Een opmerkelijk voorstel van een volger om haar eigen ochtendurine te drinken brengt Chantal niet volledig buitenspel. Ze deelt de vraag en erkent dat ze de methode niet uitsluit. De theorie van het drinken van ochtendurine komt oorspronkelijk uit de Ayurveda, een traditionele Indiase geneeswijze, waarbij wordt beweerd dat het drinken van urine verschillende gezondheidsvoordelen biedt. Chantal lijkt open te staan voor verschillende gezondheidsexperimenten tijdens haar vakantie, en haar volgers blijven nieuwsgierig naar haar bevindingen.